via Cultura Weekend Magazine. Met Koos Wieman over 40 jaar poppen spelen. En wij gaan eens eventjes naar de andere gast. Koos Wieman, ja, welkom. Ik las van de week in de krant 40 jaar, dat is een hele tijd, in het vak als poppenspeler. Ja, als ik erover nadenk is dat een hele tijd. Het is gewoon begonnen en gewoon een kwestie van doorgaan. Dus ik heb altijd de laatste 40 jaar mijn boterham verdiend met poppenspel. En ik wil nog gewoon lekker door. Ja, en is leuk. Als we nou naar het begin van die 40 jaar gaan, hoe is ooit het idee bij jou ontstaan van popspelen is mijn passie en dat ga ik doen? Ja, dat ligt ongeveer, wat zal het zijn, 64 jaar geleden. Toen was ik een kleutertje. Toen maakte mijn vader een poppenkast voor een vereniging. En mijn vader kon hele mooie poppen maken. Echt. Mm-hmm. Die man had kunstacademie. En het was geweldig, mooie poppenkast. En ik was zo onder de indruk van wat hij toen aan het maken was, dat ik ging ook samen met mijn broertje van wc-rolletjes popjes maken. En daar gingen we mee spelen. En dat is altijd bezig gebleven. Ja. En in mijn puberteit, heel veel mensen die poppenspel doen, in de puberteit stoppen ze een tijdje. Maar ik ging door. En toen ik een beroep kon kiezen, toen was schoolmeester, wat ik eigenlijk dacht te moeten worden, was toch niet de handigste keuze. En toen ben ik toch met de poppenkast aan de slag gegaan als beroeps. En wel ooit opgeleid tot schoolmeester? Ik heb hoofdakte. Het hele fijne van die opleiding was dat je met schoolmeesters om kan gaan en schooljuffen. Ja. Ik sta veel op scholen. Ik heb heel veel scholen gehad door heel Nederland. En dan is die opleiding fijn, want kijk, kinderen zijn ook mensen. Dat vertelden ze je niet hoor, op de opleiding. Maar schoolmeesters, die willen graag dat jij weet wat je staat te doen. Soms heb je, in mijn begintijd waren er dan van die juffen, die hadden zoiets van, die meneer komt iets met popjes doen, maar dat zal wel niet helemaal deugen. Hè, dat was, moest allemaal pedagogisch en zo. En dan zagen ze mij bezig en hadden zoiets van, hij weet precies wat hij doet. En als ik dan zei van, maar ik heb PA, dan was het goed. Ja. Hè, en dat is heel raar, want de voorstelling was er niet anders door. Ik speel niet als schoolmeester. Kijk, dat pedagogische stukje, dat kan ik aardig thuisbrengen. Ik weet hoe je een opbouw maakt, hoe je, hè, je planning maakt, je doelen stelt. Wat ga je spelen? Welke thema's zitten erin? Daar is allemaal over nagedacht. Maar als ik speel, is het de bedoeling dat je dat niet ziet. Ja, dat is wel heel boeiend. Ik bedoel, ik ben sowieso altijd wel gefascineerd door hoe makkelijk geboeid kinderen naar een poppenkast en naar een poppenvoorstelling kunnen kijken. Wat is nou, kun je iets vertellen van hoe die magie nou in elkaar steekt? Volgens mij is het de fantasie en de illusie, die wil je opwekken en die werkt al heel snel. Ga je te veel toeters en bellen erbij doen, dus ga je te veel invullen. Ik geef een heel goed voorbeeld, wat ik wel heel mooi vind, is de Efteling. Ja. De Efteling is helemaal af. Geen hoekje van een attractie is oningevuld. Overal staat een plantje, een dingetje. Ik vind dat prachtig, maar voor de fantasie is het dodelijk. Ja, kunt niet iets toevoegen. Nee. Ja. En als ik een decoortje maak van een gordijntje, gewoon één gordijntje, of een lap stof, mm-hmm, of zelfs een zwarte stof, en ik vertel dat daar achter de keuken is, en ik vraag na afloop, willen jullie die keuken een keer tekenen? Dan krijg ik keukentjes die ik niet gemaakt heb, die ik niet heb laten zien, maar die in hun fantasie er zijn. Ja. En dat is ook met andere dingen. Je vertelt iets in een voorstelling. Een pop heeft bijvoorbeeld één handje, daar doet hij iets mee. En hij vertelt dat hij daar, mee zwaard vecht of aan het schilderen is. En kinderen willen dat meteen geloven. Niet alleen kinderen, mm-hmm, ook volwassenen. Ook opa's en oma's die mee zitten te kijken, die gaan daar helemaal in mee. Ja. Want ook volwassenen hebben die fantasie nog. Hebben hun kind in zich.
En die kijken mee. Dus het is wel wat verder weggezakt bij volwassenen, denk ik wel eens. Lopke, hou jij ook van poppenkastvoorstellingen? Ging je daar graag heen als kind? Ik kan me herinneren. Volgens mij vond ik het vroeger best wel een beetje eng, een beetje spannend. Ik zag het aan je. Ik zag het meteen aan je gezicht. Niet dat ik dat uiteraard nu niet meer hoor, maar ik zat er even over terug te denken. Inderdaad, ik kan me ook niet herinneren dat ik het heel vaak heb gezien, maar op school volgens mij is het wel eens... ik vond het volgens mij een beetje spannend vroeger. Dat was wat wel meer dingen vroeger. Ja. Nou, dat vertelt dus ook hoe die fantasie ook kan werken. Ja, dat is waar. Ik ben nu voor dit 40-jaar jubileum heb ik een voorstelling gemaakt. Die gaat over een muisje. Thuis voor Muis heet die. Ik heb even het hoofdje bij me. Dit is het hoofdje. En eigenlijk is de muis alleen maar zo. Dit is de muis. Ja. En voor de rest, die muis wordt gemaakt in de voorstelling. En ik denk, het is een heel zoet verhaaltje. Hè? Er komen wat beesten in voor. Maar er zijn kindjes die vinden het heel spannend. Ja, ik ook. Gaan we praten? Sorry. Oké. Ben je stil? Ja, sorry. Hoef geen sorry te zeggen. Oh. Ja, goed. En dit is dus een muisje. En elke voorstelling wordt hij opnieuw geboren. Ja. Oh, dat weet je? Ja. Oké. Ben je klaar? Ja. Oké. Ja. Nou. Spannend, hè? Ja, ja, heel spannend. Maar goed, dan speel je eigenlijk met niks meer dan zo'n muisje. Alleen een hoofd. Ja. En ik heb een witte handschoen erbij. Mm-hmm. Nou niet, ik sta in mijn blootje hoofd. Wat? Ik sta bloot. Oké, sorry. Mag ik terug? Je mag terug. Dag. Tegen wie zeg je gedag? Thuis. Thuis? Thuis. Oké. Voorstelling heet Thuis voor Muis. Ja. Nou, dit is dus een heel klein popje. En je ziet, daar kan je meteen mee spelen. Ja, er ontstaat meteen... Je bent met alleen het hoofd van die muis bezig, maar er ontstaat onmiddellijk magie. En er zit van alles omheen, ja. Wat er helemaal niet is. En toch kan je dat spelen. Je kan poppen ook... uitgebreider maken. Ik heb er nog een paar bij me. Misschien dadelijk leuk. Mm-hmm. Maar je kan zoveel eraan hangen als je wil, maar hoe minder je maakt, hoe sterker ze vaak worden. Ja. Hè, en er zijn natuurlijk poppenspelers die daar subliem in waren. Nou ja, we hadden het voordat de uitzending begon even met elkaar over Jozef van den Berg. Ja. Toen jij zei van, er zijn zelfs poppenspelers die in een schuur wonen. Dat is in Neerijnen, waar Joost van den Berg uiteindelijk nu zit, zo gegaan. Maar dat was in de tijd ook iemand die die illusie met relatief eenvoudige middelen... Dat maar een paar poppen. Tot leven wist te werken. Eigenlijk was Jozef een acteur. Hij heeft volgens mij op de toneelschool in Groningen gezeten, totdat de liefde in zijn leven kwam. En toen ging hij... aan de slag. Hij begon een poppentheatertje en hij had mevrouw de heks en hij had de portemonnee. Ja. En hij speelde met enorm veel overtuiging. En niet alleen de kinderen gingen mee, de ouders nog erger. Hij speelde soms 's middags een voorstelling voor kinderen en 's avonds dezelfde voorstelling voor volwassenen. Ja. Het zat vol. Het was, ik ben ook wel wezen kijken, het was echt subliem. Nou ja, ik heb hem ook een aantal keren in het theater gezien. En in die zin is hij misschien afwijkend van het traditionele poppenspel. Dat het echt op het toneel is dat hij er zelf ook staat. Weet je, het traditionele poppenspel zat er wel in. Hè, bedoel, wat ik met het muisje doe, dat is poppenspel. En daar zit een traditie achter, en dan zonder Jan Klaassen en zonder gordijntje. Maar het werkt zodra je aan de slag gaat. Ja. En doe je het niet goed, dus steek je een pop omhoog en hij leeft niet. Hè, je laat hem niet leven, ja, dan wordt het vervelend, denk ik. Hè, ik heb als kind heel veel poppenkasten gezien, waarbij dan mensen goed bedoeld bezig waren. Ook heel pedagogisch. Hè, dan kwam er een juffrouw voor de poppenkast die zei... jongens, als dadelijk Jan Klaassen komt, zingen wij allemaal een liedje. En dat begint zo, Jan Klaassen, weet je wel, zo. En dan moesten wij dat allemaal zingen. En ik dacht, ik ga niet zingen, zeg. Ik doe niet mee. Was ik een jongetje van 8, 9. Ja. Ik vond dat stom. En dan ging zij dus aan de slag en het was allemaal leuk. En al die kinderen deden mee en ik was verbaasd van... waarom zitten ze nou mee te zingen? Want ik vond het liedje niet slim en dat is niet aardig als ik het zeg, maar zo kritisch was ik. Ja. En
dan deed ze het dus niet goed. Ik bedoel, hij verstopte zich niet goed achter het gordijntje. En ik speelde dus voor de aardigheid. Ik dacht, ja, meer achter dat gordijntje. En je zag dat ze, als ze hier was met de pop, dat de aandacht al daar was. En dan was de pop aan het verslappen. Dat kan je allemaal gebeuren hoor, ja. Gebeurt mij ook. Maar als kind was ik daar heel kritisch op. En dan werkte het bij mij niet. Ja. Maar er kwam Jan Nelissen, ik weet niet of je daar wel van gehoord hebt. Nee. Jan Nelissen was een echte handpoppenspeler. Die kon een handpop kon die over zijn schouder laten kijken. Dus die handpop komt op en die kijkt zo even achterom. Had hij de lichtjes zo gehangen in de poppenkast dat er een vonkje eigenlijk te zien was in een van die ogen. Als je die poppen nu ziet, die zijn in het museum of bij de Universiteit van Amsterdam zijn ze nu. Als je die bekijkt, dan zie je dat er helemaal geen ogen waren. Dat zijn gaatjes. Hm. Maar er zat een randje en er kwam precies zo'n lichtvlekje, ja. Even. En dat was ontzettend spannend. En dus je was geboeid door niks. Ja. En Jan kon echt heel goed spelen, vond ik als kind ook. Ja, dat was gewoon geweldig. Ja. Dus dat wilde ik ook. En nou is al een paar keer ook de naam Jan Klaassen. Ja. Een van de bekendste poppen, zou ik bijna zeggen, in de poppenwereld gevallen. Is dat nou in Nederland een beetje de bakermat van het hele poppenspel? Of, Nou, je hebt een aantal richtingen. Hè. Je hebt natuurlijk het traditionele met Jan Klaassen. Dat begint weer op te leven. Er was een Jan Klaassen Academie in Amsterdam. Ja, je hebt op de Dam heb je de poppenkast. En die mensen die dat deden, die zijn opleidingen gaan geven. Dus er zijn een aantal poppenspelers die hebben het Jan Klaassen diploma of brevet, mm-hmm. Ik weet niet hoe dat heet. En die hebben zich daar ook echt in verdiept. Hè? Jan Klaassen, de dood, het gezag, hè? Goed en kwaad tegenover elkaar. Dat is leuk. Dat kan heel leuk zijn. Ook als Jan Klaassen goed gespeeld wordt, geweldig. Mm-hmm. Maar je moet het niet even doen. Nee. En je hebt de tak, de kunstzinnig, het kunstzinnige poppenspel. Hè? Dus na de Tweede Wereldoorlog kwam dat op. Had je Feike Bosma. Hier in Dordrecht hebben we natuurlijk Damiette van Dalsem, die echt op een hele sublieme manier simpel popjes maakt. Mm-hmm. Met bijvoorbeeld een pauwenveer of iets anders, waarbij je echt denkt van, wauw. Hè, met heel weinig middelen, toch heel veel effect. Ja. Daar is zij heel goed in. Zij heeft school gemaakt. Er zijn mensen die dat ook gaan doen. Zelf ben ik dan meer van tegen het traditionele aan. Maar de poppenkast laat ik af en toe los. Ja. En Jan Klaassen is, als het goed gedaan wordt, nog steeds heel leuk. Zijn we door de tijd heen? Nee, nee, okay. Zeker niet. Nee, nee. Kwamen twee mensen binnen. Zaten. Ja, dat ging. Maar jij zegt wel, je bent wel in die zin een traditionele poppenspeler. Met kast, met... Met kast, maar ik speel ook, zoals met muisjes, speel ik voor een boekenkast. Ja. Ik speel ook hier zo in de ruimte. Je kan ook hier gewoon... Hè, ik heb Poesie bij me. Mag ik Poesie even laten zien? Graag, ja. Kijk, dan gaat het echt leven, hè? Ja, dat hoop ik. En je was al bang dat de tas lelijk zou zijn, maar wat er uitkomt is geweldig natuurlijk. Kijk, dit is Poesie. Poesie is 22 jaar oud. Ik doe het even daar zo voor de mensen thuis. Poes kan eigenlijk niks. Poes is eigenlijk een knuffel. En als Poes zou kunnen bewegen, kon ik er natuurlijk mee spelen, maar dat gaat zomaar niet. En... Oh, sorry. Je hebt wel eens met... Er zijn wel... Gebeurt er nou iets? Ja. Was hij aan het bewegen? Zag jij het? Zagen jullie wat bewegen? Echt waar? Oh, jij beweegt. Er zit meer leven in dan jij denkt. Ja, jij zegt ja. Is dat ja? Kan je mij verstaan? Dit doen we al 22 jaar. Ja. Ja, sinds 22 of ja, hij. Ja, 22. Zij. Het. Nou ja, dat leggen we dadelijk uit. Zeg maar, wil jij ja? Kan jij je ook nee zeggen? Nee, kan die niet. Dat is nee. Oké. Wacht even. Als jij ja, nee kan zeggen, kan je gedag zeggen. Mag je de mensen thuis even gedag zeggen? Oh nee. Poesjes kunnen niet praten, hè? Miauw. Huh? Mouwen. Kan je gedag mouwen? Nee, dat gaat niet, hè? Dan moet je kunnen praten en dat kan jij niet. Nee. Nee. Als je... Zei je nou wat? Wie? Ik? Ja? Nee hoor.
Jij kan praten. Jij ook. Ja, maar ik ben een mens en jij bent... Poesie. Ja. Mag ik gedag zeggen? Ja. Waar? Daar. Hé? Daar, je hebt al gekeken. Kijk daar. Hé? Nee, daar. Moet je hoofd draaien en kijk... Huh? Plafond. Ja, dat is hoog. Nee, je moet daar in de camera... De vloer. Kom nou, daar. Heel artistiek. Wat? De vloer. Ja, je moet daar kijken. Oh, hallo. Klaar? Klaar. Oké. Wat zei je nou over mij? Ik zei over jou dat je, nou, of je een jij of een hij, een hij of een zij ben. Ik ben bang dat ik een het ben. Hoezo? Daar waar het spannend wordt, houdt het bij mij op. Hoezo? Ik zit in een mandje. Oh, maar ook dat is weer illusie. Ja, dat, ja. Ai, dat ja. Is illusie. Ja. Mag ik hem een kopje geven? Nou, dat mag eigenlijk niet, hè? Maar ik ben een pop. Wat? Ik heb het niet. Wat heb je niet? Waar iedereen bang voor is. Oh, dat heb je niet. Mag ik een kopje geven? Ja, natuurlijk. Hij krijgt glimoogjes. Nou, ja, nee, maar... Gaan we even staan, hè? Ja, oké. Komt-ie. Hi. Oh. Ja. Wil je ook een kopje? Kom maar. Of vind je me eng? Nou ja. Nee, daar ben ik overheen. Nou, ja, hij doet niks akeligs. Zo, hé. Dat is echt diepte. TV. Ja. Ja. Ga je de tas weer in? Ja. Ja? Ja. Jammer, hè? Ja. Ja. Tot de volgende keer. Oh ja, graag. Zo. Als je nou goed hebt opgelet, en op tv kan je het ook zien, is dat ik geen buikspreker ben. Nee. Ik ken een paar mensen die buikspreken. Ik ken zelfs één die heel erg goed is. Maar ik kan dat niet. Dus... Ik concentreer me op de pop en wat blijkt, het publiek kijkt liever naar de pop dan naar mij. Dus het voordeel van mij, dat ik kan wegvallen in de achtergrond. Ja. En deze pop, daar heb ik heel veel mee gespeeld, op straat, in het buitenland. En nu ga ik ermee langs mensen die dementie hebben. Mm-hmm. En dan gaan we proberen contact te maken. We hebben dat al geprobeerd en het is... Hartverwarmend om te zien dat iemand die helemaal in zijn eigen wereld is teruggetrokken, bij het eerste mouwtje van de poes al opkijkt. Het is natuurlijk niet de poes, dat doe ik, maar voor mij is het alsof de poes dat doet. Dan zeg je, en dan kijkt iemand op en vaak als mensen niet meer reageren is de eerste reactie of een lach of vaker nog huilen. Daar moet je even aan wennen. Huilen wil dus zeggen dat het binnenkomt. Ja. En dan sta ik als volwassen man alleen tegen een oude dame een liedje te zingen. En dat is een liedje van Slaap kindje slaap of Poes je mouw. En dan zie je langzaam zo'n gezicht helemaal opentrekken. Ja. En dat doet de poes ook. En dan denk ik dus niet van, oh, dat heb ik mooi gedaan. Dan denk ik, dat heeft ze weer goed gedaan. Hm. Heb ik vaker meegemaakt dat je... De trots voor iets wat gebeurt, niet bij jezelf ziet, maar bij de pop. Ja, dus wat dat betreft ben je echt een op de achtergrond actief en is de pop nadrukkelijk centraal gesteld. Ja, terwijl ik zelf natuurlijk nog dominant aanwezig ben. Ja. Ja. Zijn er ook nog veel jonge mensen die dit willen leren? Er zijn weer steeds meer jongeren die dit ook gaan leren, ja. Ja. Het leeft nog steeds. Het leeft nog steeds. En ik hoop ook dat het nooit verloren zal gaan. Want kijk, een game, hè, dat kennen we allemaal, hè. Game, computer, dat werkt allemaal, knopjes, ja. Nou, ga je gang. Maar dit kan net zoveel spanning geven, misschien nog wel meer. Er zijn kinderen die komen bij de poppenkast en die vinden het heel spannend... Spannender dan dat ze gamen. Ja. Ja. Je zei al van, er zijn gelukkig nog steeds mensen die het willen leren. Ben jij zelf ook actief om het vak over te dragen? Of is er in jouw generatie een generatie die het overneemt? Dat weet ik dus niet. Maar ik denk het niet. Mijn kinderen kunnen ook de stemmetjes doen. Mm-hmm. Dat hebben ze als kind al... voorbij zien komen.
Maar ze hebben niet zoiets van, papa, ik ga het ook doen. Nee. Ik weet het niet. Ik heb 4 kinderen, dus kunnen nog alle kanten op. Eentje gaat de muziek in waarschijnlijk. Die is heel muzikaal. Die zit in Rotterdam op het HMD. HAVO voor muziek en dans. Ja, die heeft een muziektalent. Ja. Maar die kan ook aardig verhalen verzinnen, schrijven. Dat doen ze tegenwoordig allemaal in het Engels ook. Met grootste gemak. Ja. Ik moet er goed bij nadenken in het Engels. Ja, nou, het wordt steeds tweetaliger natuurlijk. Ja. Ik bedoel, je brengt het al te sprake. Het begint natuurlijk altijd met een goed verhaal uitwerken en, ja. En voorbereiden. Ik zag op jouw website dat je echt een hele lijst met voorstellingen hebt. Daar komt nog steeds ook weer nieuwe voorstellingen bij. Ik ben bang van wel. Ja, maar ik mag ook af en toe teruggrijpen van mezelf. Er zijn natuurlijk voorstellingen die je 20 jaar niet meer speelt. En die zouden nu misschien te zwaar zijn. Maar die kan je aanpassen. Ja. He, want je wordt allemaal, ik word ouder. En zo'n heel zwaar decor wil ik niet meer sjouwen. Maar er staat een decor. Mm, ja. En het is om aan te zien. Dat vind ik zelf. Ja. Het moet niet zielig worden. Ja. Het is, nou ja, je had het net ook over dat je... voor demente ouderen speelt. Ja. Is dat nu iets wat je pas in deze fase van je leven ook kunt doen? Ik bedoel, had je dat als jonge poppenspeler ook al kunnen doen? Ik heb het als jonkie ook al gedaan. En toen vond ik het heel erg eng. Ja. En angstaanjagend. Ik bedoel, mensen die niet meer weten wie ze zijn... of die niet weten wat het hier en wat het vandaag is... Dat vond ik heel spannend. En nu kan ik zien van ja, maar ze leven in het hier en nu. En hoe ga je daarmee om? Hè, ga je alles maar lopen verbeteren? Nee. Want dat doet er toch niet toe wat voor dag het vandaag is? Ja, dat was vroeger zo, hè? Iemand ging dementeren en dan gingen ze op training. Dan moest je dus 6 keer op een dag zeggen dat het vrijdag was vandaag. Ja. En dan moesten ze steeds denken en ze hadden allerlei trucjes. Mijn moeder ging dementeren, die had ook trucjes, die had lijstjes. Dus we hadden het heel laat door. En daar gaat het niet om. Het gaat er niet om of het vandaag vrijdag is. Het gaat erom, wie ben jij? Hoe voel jij je? Hè? Dan zit er een mevrouw die zit te huilen in de gang en die zegt, ik ben zo bang. Ja, waarom bent u bang? Ja, dadelijk komt mijn man thuis. Dus dan snap je, dat was geen goed huwelijk. Nee. Nee. Dan moet je niet zeggen van, joh, je man is al lang dood. Dat is geen antwoord. Je moet zeggen, joh, als je man thuis komt, wat gaan jullie dan doen? Wat ga je doen om het leuk te houden? En dan zegt ze, nou zet ik een kopje thee en ik heb altijd koekjes, maar daar houdt hij niet van. Ja. Ja, waar houdt hij dan van? Ja, hij wil altijd die vette chips. Ik kom weer bij jou. He, of hij wil een, niks. Hij wil een kippenboutje. Ja. Ja, dat kan ook. En dan zeg je van, nou ja, dan gaan we toch zo even kijken naar boodschappen. En dan wordt ze rustig. He, dat is de techniek. Ja. En ja, je dreigt... ik heb ook voor kinderen in ziekenhuizen mogen spelen een tijdje... Mm-hmm. Dan kom je in een zaaltje of in een kamer en er ligt een kindje echt helemaal zo in het verband. Vreselijk verbrand. Ja. Dan moet je niet als je binnenkomt zeggen, oh, wat heb jij nou? Nee, dan moet je daar een grapje over maken. Hè? Je moet er over dat leed heen stappen. Dus zo'n poes kan dat heel goed, andere popjes ook. Die hebben zo, vind je het fijn dat ik kom, weet je wel? Of mag ik even binnenkomen? Ja. Dan, je komt ook... kinderen tegen. Ik heb pubers meegemaakt die hadden helemaal geen zin in een meneer met poppen. Logisch toch? Mm. Die dachten, ja, maar dat is kinderachtig, die wil ik niet. Ja. En dan had ik een gier bij me en die wilde dan mee. Dat was ook een pop natuurlijk. En die keek dan om een hoekje en die zei, zeker niet vandaag, hè, met zo'n stem. En dan was zo iemand moest lachen en dan stond je binnen. Ja. En dat was voor mij leren van, het gaat niet om mij. Het gaat niet om Koos, 40 jaar poppenspel. Nee, ik kom iemand tegen, dat moment, dat pakken we. Is er ja of is er nee contact? Ja. En dat is bijzonder. Dus, bedoel, je brengt net zo de doelgroep
pubers al te sprake, maar jij speelt dus echt voor ieder soort doelgroep. Als het kan, ja. Ja. Maar het meeste sta je natuurlijk voor kinderen. Ja. En kinderen vind ik ook erg leuk, zei ik al. Hè. Ik heb ontdekt al in het begin dat kinderen gewoon mensen zijn. Daar kan je ook gewoon tegen zeggen, nou nu even niet, of ja. Ik ben even klaar. Maar ik vind het altijd leuk als ze nieuwsgierig zijn. Hè? Dat volgens mij zijn kinderen dat al vrij snel. Dat is de manier om te leren, nieuwsgierig zijn. En dan heb je juffen die zeggen van ja, maar het is een ander soort nieuwsgierigheid. Als ze hierin willen kijken, terwijl ik nog niet begonnen ben. En ze mogen er niet in kijken. Maar dat ze het willen, vind ik heel logisch. En ik heb zelf als kind een aantal keren meegemaakt dat je dan bij een voorstelling kwam kijken. En dat ik even achter de kast keek. En dat de speler dan zei, joh, ga spelen Jan. En dan kreeg ik een beetje de pest in. Want dan dacht ik, ja, ten eerste heet ik zo niet. En ten tweede, ik heb ook popjes. Hè, ik was geïnteresseerd in die techniek. En als iemand voor de voorstelling onaardig en chagrijnig was, was hij dat voor mij in de voorstelling ook. Dus dan ging iemand opeens populair lopen doen. Hè, van, ha jongens, leuk dat jullie er allemaal zijn. En dan dacht ik, ja, ga spelen Jan. Dus, je gaat ook naar scholen toe. Is naar scholen toe gaan nog steeds het leeuwendeel van jouw vak? Of, Nou is de laatste jaren ietsje minder. De hoeveelheid spel is teruggelopen. Na 2008 kregen we die crisis. Mm-hmm. Dat was eerst niet te merken. Maar toen gingen ze overal bezuinigen. Maar ik sta regelmatig nog wel op scholen, ja. Ja. Maar veel theaters ook. En als er maar publiek is. Ja. In Rotterdam hebben we 40 jaar nu een straatpoppenkast. Mm-hmm. Dat heette vroeger de permanente poppenkast. En de werktitel van het geheel, toen we het gingen bedenken, het is van een collega die heeft dat bedacht. Ene Wim Noordegraaf, die bedacht dat, hij zegt, Koos, hoe zou je het vinden als er in Rotterdam een gewapend betonnen poppenkast staat? Nou, lachen natuurlijk. En we wilden dat ergens bij het Lijnbaanpleinpoortje, ik weet niet of jullie dat kennen, dat was een poortje van het Dijkzig ziekenhuis. Daar wilden we een poppenkast hebben. Nou, hij staat nu op het Binnenwegplein al 40 jaar. Geen gewapend beton, het is voorgebroken glas. Het is een bijzondere kiosk. En daar spelen we met veel plezier. En met wisselende poppenspelers. We hebben drie vasten. Ja, we hebben een rooster, dat doen we zelf. We zijn een coöperatieve vereniging, UA. Dus dat is zonder aansprakelijkheid. En wij spelen daar en delen het allemaal. Er komt subsidie van de gemeente Rotterdam. 5 jaar terug kwam meneer Abu Taleb ons ook feliciteren. Dus Poesie heeft Abu Taleb een kopje mogen geven. Wat ben ik een gelukkig mens dat ik een kopje heb gekregen van een Poesie. Ja, ook Abu Taleb. Nee, maar hij was echt heel leuk. Ja. Ik bedoel, het eerste wat hij zei tegen het publiek was, dames en heren, steek eens je hand op als je hier als kind al hebt gezeten. En hij deed zo. Dus de kleine Abu Taleb heeft voor onze poppenkast gezeten. Dat is heel mooi. Even tussendoor, ja, Lopke, ik ga afscheid nemen van jou. Want hier komt zo een volgende gast te zitten. Dankjewel. Ik vond het heel leuk dat jij er was. Ja, hetzelfde. Wie weet, tot ziens. Succes met de hele goede adviezen. Thanks. Dag, we doen ons best. Ja. Oh. En er komt zo hier iemand weer aanschuiven. Abu Taleb dus als kind al voor de kast gezeten bij jou. Ja. Je gefeliciteerd met die permanente poppenkast in Rotterdam. Hoe zijn de plannen voor de toekomst? Hoe lang ga je nog door? Ik denk dat ik doorga zolang het gaat. Eén mag gaan zitten, de ander komt zo hier. Als het allemaal nog wil bewegen, ga ik gewoon door. Je kan hier oud mee worden. Ja. Alles moet wel blijven werken natuurlijk. Dus
Er komen even wat aanwijzingen. Ja, ik heb hier in mijn ooghoek allerlei aanwijzingen. Ja, nee, dat heb je. Word ik heel onzeker van. Dat heb je met een live programma, dat gebeurt ja, dat. Ja, dat geeft ook niet. En schrijf je ook nog steeds weer nieuwe verhalen? Of, ja. Ja, ik blijf ontwikkelen. Maar je kan ook op de oude voet vaak heel goed verder. Kijk, zo'n poes die kan bijna overal in. Ik wil nog even een nieuwe laten zien, ja, mag dat? Ja. Ja, dat is de laatste, want daarna gaan we schakelen naar het volgende onderwerp. En dan mag ik ook wegschrikken. Ja. Kijk, dit is speciaal in deze coronatijd gemaakt, de coronahond. Hè? Je bent een coronahond. Dat wist ik niet. Ja, dat wist je wel. Dat ik een hond was. Wat dacht je dan? Ik dacht een stevig uitgevallen rat. Nee joh, je bent een hondje. Ja, oké. En wat moet ik doen? Jij moet kijken of iedereen gezond afstand houdt. Wat ga je doen? Die zitten hartstikke dicht op elkaar. Ja. Zijn jullie een stelletje? Hé. Ja, dan moet je dan toch vragen of ze uit een nest komen. Je bedoelt of ze aan elkaar gewaagd zijn. Of het familie is. Oké, ja, zeg maar ja. Ja, oké. Dan mag het. Ja, want ik was de coronahond op straat. En dan zei je tegen mensen, hé, er zitten daar mensen op de bank. Waar? Thuis. Thuis? Ja. Oké, ja. Maar ik denk dat jij gedacht moet zeggen. Zo. Ja. Nu al. Ja. Ja, de coronahond. Ik vond het heel leuk je te leren kennen. Oké, mijn naam is dus Maurizio. Maurizio? De hond. Oké. Nou, ga er maar in. Zo. Ja. Ben ik klaar? Ja, jij bent klaar. Jij bent ook klaar. Goed. En daar nemen we afscheid ook van Koos. Ja. Want dank je wel. Ik vond het heel erg leuk om meer over dit vak te horen. Oké. Ja.